Welkom in de nieuwe Driemanspolder. Een geweldige dag vandaag, want na jaren van voorbereidingen en werkzaamheden gaat vandaag eindelijk het middengebied open. Een heel mooi moment voor onze stad Den Haag. Een nieuwe fase voor de nieuwe Driemanspolder breekt vandaag aan. Ik ben er trots op dat we als Den Haag hebben meegewerkt aan dit geweldige stuk natuur. Het is voor de inwoners van Den Haag ontzettend belangrijk om een stuk rust te hebben vlak naast hun eigen stad. Een drukke stad om te wonen en te werken, maar een mooi natuurgebied vlak om de hoek. Belangrijk om te kunnen recreëren, om te kunnen rusten, van de natuur te kunnen genieten, van de vogels te kunnen genieten. En op heel veel verschillende manieren. Te paard, wandelend, te fiets, per boot, per kano. Er zijn tal van mogelijkheden om hier te genieten van het gebied de Nieuwe Driemanspolder. Vandaag willen we jou op een bijzondere manier een duurzaam cadeau geven. Een cadeau waarmee je op een moment dat het jou past van dit gebied kunt genieten. Want op de website van de Nieuwe Driemanspolder is vanaf vandaag een wandeltocht beschikbaar. Een wandeltocht met onze boswachter Arjan Posma. Namens Den Haag heet ik je van harte welkom in dit geweldige natuurgebied. Welkom in de Nieuwe Driemanspolder.